Daar zitten we dan weer, burgemeester Blanksma, aan het begin van een nieuwe lockdown. Dat hadden we eigenlijk niet meer verwacht, hè? Nee, ik kan ons kerstinterview van vorig jaar nog heel goed herinneren, waar we met elkaar de hoop uitspraken om 2021 een jaar te zijn waarin de samenleving weer open gaat en we alles weer konden doen. En nu dit, ik besef gewoon dat we nu weer voor een tweede jaar een stille kerst tegemoet treden en dat is niet niks. Flinke tegenvaller voor ook vooral die ondernemers ook weer, hè? Ja, voor ondernemers, maar ik denk ook voor onze jeugd, voor mensen die wat eenzamer zijn en mensen die het toch al moeilijk hadden in de eerste, tweede, derde lockdown. En nou zo'n vierde, de rek is eruit. En dan zeggen ze, oh, weer. Ik voel het af en toe ook bij mezelf. Dat je denkt van, wow, het is net of je weer op moet starten om dit allemaal weer te kunnen doen. Uiteindelijk zet je de schouders eronder en zoals Helmond al zei, we maken gewoon het beste ervan. Nou, dat proberen we wel, maar het vraagt wel veel. Het vraagt veel van de stad, veel van de ondernemers, veel van ja, mensen die het echt raakt. U bent zelf ziek geweest, corona gehad. Wat heeft dat met u gedaan? Ja, ik ben zelf na twee vaccinaties. Ik was in juli, had ik mijn tweede vaccinatie. En november ben ik besmet geraakt en ziek geworden. Ik ben behoorlijk ziek geweest. En ik ben blij dat ik niet zo ziek ben geweest dat ik in het ziekenhuis hoefde. Dus die vaccinatie heeft toch wel zin gehad. Misschien was ik dan wel veel zieker geworden. Maar het was wel zo het besef, voor het eerst bij mijzelf ook, dat je dacht van, ik dacht namelijk dat ik met vaccinatie helemaal beschermd zou zijn. En dat is dus blijkbaar helemaal niet. En dat besef is bij iedereen langzaam, zeg maar, toch tot tussen de oren gaan zitten. Dus het boosteren nu is zo belangrijk. Want uiteindelijk in de loop der tijd neemt, zeg maar, de immuniteit, dat je niet ziek kan worden, neemt gewoon af. En dat was in september, oktober, november, hadden we dat besef nog niet met elkaar. Dus het heeft mij best veel gedaan. Het heeft mij gedaan dat ik denk van ja, wat mij overkomt, overkomt heel veel mensen. Maar het is niet prettig. Ondertussen zijn er weer nieuwe maatregelen afgeroepen, hè, door het kabinet, geleidelijk aan in stapjes. De gezamenlijke burgemeesters in Nederland die hebben een brief geschreven naar het kabinet. Hè, ja. Met het idee van, waarom laat je de inwoners nou zelf niet die coronamaatregelen op bedenken? Ja, misschien de strekking van de brief van alle burgemeesters is dat wij zien dat de samenleving het moeilijk heeft. Dat we elke keer overvallen worden door bijna een beetje korte termijn acties om die besmettingen weer onder de knie te krijgen. Waar we zo behoefte aan hebben is lange termijn en een beetje perspectief. Mogen we een beetje werken aan de toekomst? Want ik denk dat zo'n virus altijd wel een onderdeel van onze samenleving zal zijn. Maar hoe gaan we dadelijk daar normaal mee om? En moeten we echt dan altijd in zo'n lockdown? Of is er ook een andere manier van denken? Je zou kunnen zeggen dat, wat er wel eens gezegd, als het dan in de zomer beter is dat je wat meer ruimte hebt. Dan zou je een week korte zomervakantie en een week langere wintervakantie. Dus dat je zegt, misschien moeten we wel leren omdenken om met zo'n virus om te gaan. En dat kun je alleen maar doen van onderaf op, vanuit de inwoners. Wat denken jullie nou hoe het normaal leven weer opgepakt kan worden? En dat is de strekking van de brief die de burgemeesters gestuurd hebben. We hebben behoefte aan perspectief, lange termijn en mooie initiatieven van onderaf op om te kijken hoe wij met dit virus een normaal leven kunnen leiden. En zolang dat er eigenlijk allemaal nog niet is, staat u nou nog steeds continu aan, zoals u dat vorig jaar zei? Ja, dat zeg ik wel. Een burgemeester staat ook in deze tijd. En wie had gedacht dat het nu bijna 2 jaar duurt? Je staat toch wel continu aan. Het is niet, het went niet en ik wil ook niet dat het went. Want ik vind dit nog steeds iets wat eigenlijk niet normaal is. Dus we proberen er met elkaar dus het beste van te maken. Het vraagt veel energie, maar ook van de stad. En ik doe het graag voor de stad om ook door ons, met elkaar, een beetje door die zware tijd heen te trekken.
Ja. Afgelopen zomer leek het ook even zo, hè, dat het voorbij was. Ja, ik heb ook vakantie gehad. Ja. En toen dacht ik, nou heerlijk, wat was ik eraan toe? Zoals heel veel mensen eraan toe waren om lekker even op vakantie te gaan. Veel mensen hebben dat ook gedaan. En dan denk je, ja, we zijn er bijna elkaar. Want het went wel weer heel snel, hè. Als het gewoon wordt en je ontmoet elkaar weer, je komt toch bij elkaar op bezoek. Dan denk ik, oh, we hebben het toch gemist. Dus mensen gingen ook geen 1,5 meter afstand meer houden. De basisregels werden toen ook niet meer toegepast. Nou, en omdat het zo snel went, om niet al die aparte dingetjes, wat helemaal niet in de aard van het beestje zit. Wij zijn eigenlijk sociale dieren, sociale mensen die elkaar willen ontmoeten. Nou, en dan lijkt het in de zomer zover en dan moet je terug. En als je terug moet, is het wel steeds zwaarder. Als je kijkt naar de afgelopen zomer, wat waren nou de hoogtepunten van die zomer? Want er is natuurlijk wel feest gevierd, volle terrassen, volle winkelstraten weer. Maar de eigenlijke grote evenementen, zoals Helmond die kent, die zijn er toch nog niet geweest. Nee, want die zaten ook een beetje bij onze kasteeltuinconcerten, waar we dan eigenlijk waar we graag komen, waar 10.000 mensen komen. Dat was eigenlijk nog net niet verantwoord. Dat kon eigenlijk niet. Dus daar was die 1,5 meter zat erin. Dus dat was voor de initiatiefnemers geen optie om dat in vrijheid en blijheid te kunnen doen. Dus we hebben wel een beetje normaal, maar het was nog lang niet normaal. Nee, dus. Ja. Ook nu is het weer zorgelijk, hè? En als je dan kijkt naar, het woord zegt het al, de zorg. Wat kunt u als burgemeester betekenen voor al die mensen die nu zoeken in het ziekenhuis en in zorgcentra? En in ieder geval een hart onder de riem steken van fantastisch wat je doet. Maar dat geldt voor heel veel beroepen die zwaar zijn. Hè? Fantastisch dat we dit met elkaar doen. En met elkaar proberen we er doorheen te komen. Ik heb contact met zorginstellingen, verpleeghuizen, met het ziekenhuis. En je ziet gewoon dat daar echt alles bijna van onderuit de tenen gehaald moet worden om het goed te kunnen doen. Om wat er gevraagd wordt, om daarvoor te leveren. Maar respect voor de lange adem die we met z'n allen moeten hebben. Ja, vorig jaar werden er nog wel regelmatig door inwoners, maar ook door de gemeente Helmond zelf, van die cadeautjes gebracht. Hè? Taarten, bloemen, werden ze verrast. Ja, maar dat vind ik ook wel, dat zie je zeker in zo'n tweede jaar terug. Zo blik ik daar ook met mijn nieuwjaarsspeech, zal ik daarop terugblikken. Omdat ik zie dat die spontane initiatieven in het eerste jaar nu op een andere manier misschien vormgegeven worden. Wie wat kleinere initiatieven, meer aandacht voor elkaar. Maar die grotere initiatieven, waar we met z'n allen voor zorginstellingen stonden te zingen, om het een beetje vrolijker te maken, dat vlakt een beetje af. Hè. En dat kun je ook bijna niet verwachten dat jaar in, jaar uit, dag in, dag uit gebeurt. Dus niemand is erop voorbereid dat het zo lang duurt. En dat toepassen van die regels roept daarom ook, lijkt het wel, veel meer vragen op nog dan vorig jaar. Hè? Van die kritiek op al die regels. Ja. Raakt u dat ook persoonlijk? Ja, raakt ons allemaal. En het is ook een opdracht aan mij, aan onze gemeente, om elke keer goed te blijven communiceren. Praten, communiceren, uitleggen, nog een keer uitleggen. Wat voor mij duidelijk is, hoeft niet voor de ander duidelijk te zijn. Dus uitleggen. En ik zou ook aan de inwoners willen vragen, stel de vragen gewoon. Zeg het gewoon als het niet duidelijk is. Want samen kun je dat verbeteren. En ja, dat is, ja, merk je wel, want iedereen is regelbeu. Dan denk ik, oh, wat is er nu weer aan de hand? En hoe moeten we het nu weer interpreteren? Het zijn veel korte lontjes, hè? Ja, dat ook. Maar ik moet wel zeggen, maar wel trots op de stad. Want ik vind toch dat wij, in het eerste jaar had ik meer, als ik het heb over openbare orde en veiligheidsproblemen, waren er meer openbare orde en veiligheidsproblemen waarin ik toch zag dat die onderstroom in onze stad of relletjes zou leiden of dingen die niet konden leiden. En dat heb ik afgelopen jaar minder gehad, veel minder. Men is veel meer in gesprek met elkaar en men houdt zich toch beter aan in ieder geval de openbare orde en de veiligheid die we met elkaar zo belangrijk vinden in onze stad. Nu u kaart het zelf aan, hè, die veiligheid in de stad. We kijken bijvoorbeeld naar een ontwikkeling in het afgelopen jaar, is dat in de Heistraat een stadsmarinier is begonnen. Ja. Waarom precies in die Heistraat? Nou, dat zeg ik. Ik heb 2 jaar geleden, net zeg maar ook in mijn nieuwjaarsspeech,
aandacht gevraagd voor de Heistraat. De Heistraat is een van de prachtigste aanloopstraten van de binnenstad. Met heel veel potentie, heel veel mooie initiatieven, prachtige zaken. Maar er zitten ook een aantal, wat onveilige situaties in die Heistraat. Of het nou verkeersveiligheid is, of dat het niet helemaal schoon is, of dat het ook met drugs iets te maken heeft. En daar heb ik aandacht voor gevraagd. En ik zie dus gewoon door het te agenderen, door met elkaar over te praten en mooie initiatieven te hebben in die Heistraat. En maar het is niet alleen de Heistraat, het is de hele omliggende straten daaromheen. Of het nou over de Weverspark gaat. Nou, daar hebben wij hele mooie initiatieven genomen. Zo'n stadsmarinier. Wat is mijn harte wens, is dat is iemand die heeft gewoon de bevoegdheden om alles wat daar gewoon niet goed is, om daar gewoon op te ruimen, te luisteren naar de mensen, om het beter te maken. En die moet vooral niet verstrikt raken in allerlei regels en procedures en vergaderingen. Hij heeft de vrijheid van mij gekregen om te luisteren wat daar speelt en om daar te handelen. En dat is het kenmerk van de stadsmarinier. Geen korte lijntjes, maar korte lijntjes om de dingen die beter zijn voor de straat, beter zijn voor de omgeving, en te luisteren wat daar leeft. Ja. En niet dat we met allerlei procedures en processen de hele stad op afhaakt. Die moeten eraf. En deze stadsmarinier, als hij daar in de binnenstad echt het verschil kan maken, wat mij betreft, komen er meer op verschillende plekken in de stad. Ja, want er zijn natuurlijk wel klachten. Ik bedoel, u noemde het al, hè, die directe omgeving van de Heistraat. De onlangse omgeving aan Meidenflat. Daar is een wijkschouw gedaan, hè, een buurtschouw. En daar kwamen nogal wat klachten uit. Ja. Van groot tot klein. Hè, wel van hondenpoep en scheve stoeptegels. Maar toch ook wel van daklozen die haveloos in het onder de brievenbussen liggen. Ja. Toch wel dat mensen direct raakt. Ja, alles. Want al die leven, als iets niet veilig voelt, niet schoon is, daar raakt jou iedere dag. Want dat is je huis, daar woon je. Nou, en dat kan zo'n stadsmarinier heel snel agenderen. Zou ik maar zeggen, gewoon zeggen van, dat moet gewoon opgelost worden. Dat zijn gewoon dingen, daar moeten we niet zo lang over doen. Nou, en dat is, daar hopen we tenminste dat we dat. We hebben ook in de Heistraat de woning van de binnenstad geopend. Waar iedereen in kan lopen, met elkaar kan praten. En daar hopen we dicht bij onze inwoners het verschil te kunnen maken. Ja. En als dit soort pilot goed lukt, u zegt het al, dan mag er van u wel stadsmariniers in meerdere plekken komen. Ja, mag voor mij echt. We hebben ook afgelopen jaar, ondanks de coronacrisis of dankzij, we hebben echt niet stilgezeten in onze stad. Want er is veel gebeurd, hoor. Ja, bijvoorbeeld wat wij regelmatig in het nieuws gehad hebben, zijn dan toch die acties die in de binnenstad plaatsvinden. Waar dan ook weer huizen gesloten moeten worden vanwege de vondst van drugs. Ja. Flinke actie tegen die drugscriminaliteit. Ja. Hoe staat Helmond er nu voor in dat opzicht? Ja, ik denk dat dat zijn de interventieteams. Hè. Wij krijgen veel meldingen anoniem, maar ook gewoon meldingen van onze inwoners. Van, hé, daar is het niet helemaal pluis, hè. Wilt u daar eens gaan kijken? Dat verzamelen we. En dan gaan we interventies doen. En elke keer als we die interventies doen, we vinden altijd wel drugs. We vinden altijd wel iets wat niet in de haak is. En dan ruimen we op. Ik denk wel dat onze inwoners de stad mij zo wel kent, dat als het niet in orde is, dan gaan we er ook gewoon op handhaven en proberen dat op te ruimen. En we hebben het afgelopen jaar best wel wat zaken gezien. Niet alleen in de binnenstad, hoor. Ook op het industrieterrein en in de buitenwijken. Dan zeggen we van, nou, dat is niet in orde. Dan ruimen we op. Vaak drugsgerelateerd. Vaak echt ook harddrugs. Echte harddrugs. Hennepkwekerijen. Onveilige situaties. Nou, en dan mag ook de inwoner van Helmond op rekenen dat ik daarop handhaaf. Hetzelfde zegt u met, ik noem het maar weer, vuurwerk. De tijd, het is er de tijd voor, hè? Ja. U zegt ook van, als er is een vuurwerkverbod en u grijpt in als daar niet aan gehouden wordt. Hè? Ja, is het dan nodig geweest om? Nee, we hebben samen met onze politie op illegaal vuurwerk wordt gewoon flink op gehandhaafd. Alles wat we vinden, dat ruimen we op. En daar zijn al best wel wat. Maar het is ontzettend gevaarlijk. Illegaal vuurwerk met bijna bommen die mensen gewoon in huizen hebben. Onder het bed ligt. Ja, onder het bed ligt. Nou, besef met z'n allen dat het hartstikke gevaarlijk is. Los dat het heel hinderlijk is als je het hoort knallen. Maar het is ook absoluut
echt gevaarlijk. En niet alleen voor jouzelf, maar ook voor je buren. Want het knalt er gewoon gelijk uit. Ja. Daar zet de politie hard en fors op in. Maar het vuurwerk afsteken en met knallen en et cetera is nu ook verboden. En je hoort het, ik woon zelf in de binnenstad, zeg maar in het centrum. En daar hoor ik toch wel veel knalvuurwerk. En daar zetten we onze boa's op in, ook voor de politie. Maar ja, als de knal afgegaan is en je rijdt er dan naartoe, dan heb je het toch niet. Ik roep gewoon op, mensen, gebruik je verstand. Gebruik je verstand, doe het niet. Het is hartstikke gevaarlijk. Als je daarmee de zorg nog meer belast, als je met z'n allen veel vuurwerk afstookt, dat moet je gewoon niet doen. Doe het niet. U zegt het ook, hè, van als het om jonge mensen gaat, ik weet de ouders ook te vinden. Ja. Is dat nodig geweest al? Heeft u alle ouders moeten waarschuwen? Vorig jaar hebben we een aantal plekken in de stad die waren te ernstig. Als we het hebben over vuurwerk, hinder, wat anderen daarvan van ondervinden. Maar dit jaar hebben wij geen plek. Ik heb geen brieven gehoeven te sturen. Want minderjarige kinderen die vuurwerk afsteken en die vernielingen veroorzaken, ja, daar weet ik de ouders van te vinden. Want dat is de enige die ik daar dan op kan aanspreken. Hè, als er ook echt malfestaties zijn om daar toch de ouders ook mede verantwoordelijk voor te maken. Nou, dat is niet. Ik heb geen brief aan hoeven te versturen. Dus ook daarin compliment. En ik hoop echt dat de keukentafelgesprekken, wat ik ze dan zo noem, met de jongeren thuis aan tafel, gewoon dat je daar normaal over kan praten. En als dat helpt, dan zijn we samen de stad veiliger aan het maken. Ja, en u noemde het al, het zijn die jonge mensen. Hoe hou je de jeugd nog zoet in deze tijd? Een compliment aan onze jeugd. Want uiteindelijk is die best heel flexibel, maar die hebben het niet makkelijk. In de mooiste tijd van hun leven, waar ik ben zelf natuurlijk ook hartstikke jong geweest, waar ik graag ging uitgaan, vragen zeg maar met elkaar, de ontmoetingen, feestjes, partijtjes, dat soort dingen. En alles is nou een beetje on hold. En als het niet on hold is, dan mag het net wel, net niet. Alles moet je over nadenken. Nou, de flexibiliteit van jeugd is groot. Maar we moeten ook met elkaar oog hebben van hoe moeilijk ze het hebben. En laten we vooral blijven praten en elkaar opzoeken. Van binnen de mogelijkheden zal ik alles organiseren wat kan. Maar als het niet kan, dat scholen dichtgaan of dan, als het nu weer is. Nou, en achter die schermpjes. Nou, ik denk dat wij daar heel veel oog en oor voor moeten hebben. Ik kan het nooit alleen, maar ik zou zeggen de stad, een extra arm, een extra oor, een extra kaartje. Het is zo belangrijk. Want ook nu weer. Ook nu. Zat u klaar zaterdagavond na de persconferentie? Was u bang dat bijvoorbeeld weer relletjes zouden ontstaan? Ja, als dan zo'n persconferentie komt, dan zoals dan de burgemeester altijd is, ook als het zaterdagavond is, dan komt op datzelfde moment na de persconferentie direct, dat noemen wij dan de driehoek bij elkaar. En de driehoek is de burgemeester, de politie en de officier van justitie. Van wat betekent dat voor onze stad en wat gaan we doen en hoe gaan wij hier met elkaar op een verantwoorde manier vorm aan geven aan de nieuwe ontstaande situatie. En dat gaat in het weekend gewoon door. En het ging goed, hè? Het ging goed. Het is een rustig weekend geweest. Ik was zelf tot zaterdag 5 uur in de stad. En toen was het wel heel druk. Toen voelde ik ook in de stad. En toen dacht ik, ik kwam een beetje met een verdrietig hart. Dat ik denk, had toen de signalen al dat het wel dicht zou gaan. Dan denk ik van, de gezelligheid in de stad, gezelligheid in het centrum. Ik was even in de Elzaspassage, in de Veestraat. En je zag allemaal winkelende mensen. En dan denk je, dat beeld moet ik even nu vasthouden. Want dat zal ik de komende 3-4 weken niet zien. Ja, en dat raakt mij ook hoor. Wat we wel zien is dat ondertussen in Helmond niemand stil zit. En er wordt heel veel gebouwd. Hè? Ja, klopt. Overal zie je hijskranen staan. Er is overal bouwput. En er wordt dan weer hier een appartementengebouw opgeleverd. En dan weer daar. Dat is eigenlijk goed nieuws voor de stad, hè? Ja, wij gaan, het gaat economisch ook best wel goed. We zitten hier natuurlijk in de Brainport-regio. Dus qua economie zien wij dat we bovengemiddeld groeien met elkaar. Dus qua arbeidsplaatsen gaat het ook heel goed. Er zijn nog nooit zoveel arbeidsplaatsen geweest. In onze regio zijn nu meer banen dan dat er werklozen zijn. Dus dat is eigenlijk nog nooit gebeurd.
Dus dat gaat goed. Alleen de match klopt het niet helemaal. Hè? Want dan heb je of technisch personeel nodig of zorgpersoneel. En dat is er dan weer onvoldoende. Want dan is die match niet. Dus wel een grote opgave om dat met elkaar goed te doen. En de groei van onze regio is ook enorm. Maar ook van Helmond. Wij gaan de komende jaren naar meer dan 100.000 inwoners. En al die 100.000 inwoners hebben een dak boven hun hoofd nodig. Dus de vraag naar woningen is ongekend groot. En wij bouwen de komende jaren bijna 10.000 woningen. We hebben er nu 40.000. En we gaan de komende jaren, dan hebben we het wel over 5 tot 10 jaar, nog eens 10.000 woningen erbij. Om al onze inwoners een plek te geven waar ze lekker kunnen wonen en kunnen huizen. Ja. Dus dat is best een opgave om dat met elkaar te doen. Maar het is afgelopen jaar is ongekend, ja. En de wooncorporaties spelen erop in. Hè? Die gaan samenwerken in dat opzicht. Ja, hè? Fantastisch. Niet ieder voor zich, maar... Ja, ja, ik denk fantastisch. De musketeers van Helmond. Ja, nou, helemaal. En ik denk dat zeker ook voor de portefeuille van de burgemeester, openbare orde en veiligheid, maar leefbaarheid van de stad, top nummer 1. Want je kan wel groeien en je kan wel huizen bouwen, maar als die sociale context niet meegroeit en de sociale omgeving en de leefbaarheid niet meegroeit, ja, dan hebben we een arme stad. Hè? Dan hebben we, ik zeg altijd, geen kille groei, maar een warme groei moeten we hebben. Hè? Dus een kil is koud, is en stenen. Maar we moeten ook in die sociale omgeving, en daar hebben we ook onze coöperaties enorm hard voor nodig. Want ik vind ook een mooie mix van huur, koop, sociale huur, dat een mooie mix in onze stad is. Dat kenmerkt onze stad. En het is ook belangrijk om dat ook in die groei tot uitdrukking te hebben. We hebben er niks aan dat we alleen maar huurhuizen bouwen, of we hebben er ook niks aan alleen maar hele dure huizen. Het is mooi, die mix die onze stad zo kenmerkend maakt. Kenmerkend voor Helmond is ook wel de aanwezigheid van een paar mooie cultuurtempels, hè, waarvan alles gebeurt. En onlangs is er een nieuwe stadskunstenaar benoemd. Ja. Luc de Graaf, en hij neemt als thema humor. Past wel in deze donkere tijden. Ja, hoe mooi kan het zijn? We hebben natuurlijk een fantastisch 2 jaar gehad met Tané Klein. Gewoon, dat was een beeldende kunstenaar, zou je kunnen zeggen, in fotografie. En nu humor. Luc de Graaf heeft met zijn humor, hoop ik, en dan spreek ik echt de hoop ook, en ik zeg het ook tegen hem, dat hij de stad leert lachen. Dat hij de stad weer de mooie dingen laat zien en dat op een humoristische wijze. En betrekken vooral onze jongeren bij. Ja, want de jongeren, ook die is met name die humor, de lach, dat maakt mensen zo vrolijk. Dus ik zou zeggen, pak het podium. Dan gaan we eens even vooruitkijken naar 2022. En een heel belangrijk moment in dat jaar zullen de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Ja. De Helmonders hebben een beetje, en heel Nederland, we hebben heel Europa, eigenlijk heel de wereld heeft die donkere tijd achter de rug en nog steeds vanwege corona. En dan toch is er het belang om lokaal te stemmen en zorgen dat je in je stad invloed kunt uitoefenen. Ja. Hoe haalt u straks de Helmonders naar de stembus? Ja, dat doe je niet alleen dan. Hè. Dat moet je eigenlijk, dat zeg ik ook in de oproep naar de politiek. Uiteindelijk is de politiek aan zet op dat punt om politiek te voeren, zo de stad te besturen, dat onze inwoners weten dat als je in Helmond stemt op een partij, dat je mee het verschil kan maken. En dat doe je niet alleen 2 weken voor de verkiezingen, maar dat doe je gewoon de afgelopen jaren. Dat is eigenlijk een permanent opgave. Wat u zegt klopt wel, dat het vertrouwen in de overheid wel laag is. Het vertrouwen in de overheid, zijn ze misschien wel door de coronacrisis, is het niet beter geworden. Maar het is natuurlijk wel ook de opdracht aan ons, en daar ga ik ook best wel in voorop, dat inwoners af en toe het gevoel hebben niet gehoord te worden. Het gevoel hebben dat de procedures verstikt zijn in procedures. Verstikt zijn in dat mensen niet naar elkaar luisteren. Nou, voor mij is dat absoluut een opgave om dat permanent met elkaar te agenderen en daar oog voor te hebben. Want wat zou het mooi zijn dat onze inwoners meer aan zet zijn en meer het gevoel hebben, die stad is van hun. En daar roep ik ook aan iedereen op, de stad is van hun, is niet van de overheid. Wij zijn er ten dienste van onze inwoners om het voor onze inwoners vandaag goed te maken, maar ook voor de toekomst een mooie stad te ontwikkelen. Nou, en dat doet, zeg maar, zo'n gemeenteraad
die gaan daarin voorop. Dus het is wel belangrijk om je stem te laten horen om daar het verschil te kunnen maken. Ja. Nou is ook wel de kritiek om van, ja, dadelijk zijn er verkiezingen en dan gaan ze de straat op om campagne te voeren, hè, in zoverre dat dat mag. En anders zien we ze nooit. Ja, maar dat is dan echt een oproep aan de politiek. Zij moeten permanent zichtbaar zijn om iemand moet de stad besturen. En als je de mooie initiatieven ziet, of het nou over de Braak, de campus is, of de nieuwe school van de Knippenberg, of ons stadskantoor, of andere initiatieven in de stad. Dat is wel wat de gemeenteraad en de politiek afgelopen jaren wel continu vorm aan hebben gegeven. Dus de inwoners zien het wel. Denk ik, ze voelen wel dat die stad aan het ontwikkelen is, maar weten misschien niet welke partij daarachter zit. En dat zijn de partijen om daar dan nog aandacht voor te vragen. Maar dat moeten ze permanent doen. Ja, sorry dat ze goed zichtbaar zijn. Ja, altijd. En laten zien en horen wat ze doen. Ja, maar wel, als je ziet in de ontwikkelingen van de stad de afgelopen jaren, dat is ongekend, ongekend. En dat doe je niet zonder dat daar de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders daarmee vorm aan geven. En die ga je kiezen als er gemeenteraadverkiezingen zijn. Er staan inmiddels 13 partijen in de startblok om aan die verkiezingen mee te doen. Ja, klopt. Dat is nogal een versplintering. Ja, ja, ook daar, ik ga daar niet over. Dat is ook aan de kiezer om daarop te stemmen. En als de kiezer vindt dat wij veel verschillende partijen moeten hebben, dan horen we het wel. En ik ben als burgemeester voorzitter van die gemeenteraad. En ik zal die gemeenteraad met respect voor al onze inwoners altijd leiden. Even terug naar het afgelopen jaar en weer dat interview vorig jaar. Heeft u nou eigenlijk al dat dansje kunnen maken in dat draaiorgel? Nee, ik wil zo graag dat dansje maken. Er stond een opening gepland, ik dacht in november. En toen ging het eigenlijk allemaal fout. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Hè? Komt dus, echt nog een keer een officiële opening? Ja, ik ga gewoon thuis oefenen met mijn man. En dan ben ik in ieder geval voorbereid om een dansje uit te voeren. Ja, nee. Misschien hebben ze de hoop al wel opgegeven dat er nog een officiële opening komt. Maar die zit echt wel in het vat? Ja, het zit absoluut, die zit in het vat en dat moeten we ook doen, want ik ben wel weer eens kijken, ons Orgelmuseum is geweldig, het Eda Museum is gewoon top, hè, gewoon om te zien, maar echt die deuren zijn nog niet volledig goed open kunnen gaan. Maar dat geldt voor veel instellingen. Kijk, ons museum, we zitten hier in het kasteel, dat zijn natuurlijk toplocaties waar we net niet helemaal open zijn kunnen gaan de afgelopen jaar. We gaan de kerstdagen vieren en dan het oud en nieuw. Dan gaan we toch naar 2022 met goede moed. Wat wenst u uw inwoners toe? Ja, voor eerst zal ik zeggen, hele fijne kerstdagen binnen de beperktheid die er is. En ook oud en nieuw, in ieder geval een heel gelukkig nieuwjaar is heel belangrijk. Maar ben in ieder geval een beetje lief voor elkaar, zeker in deze tijden. En voor 2022 is het belangrijk dat we eigenlijk weer de ontmoeting kunnen krijgen waar we zo naar snakken. Dat het eigenlijk weer een beetje normaal kan gaan. Normaal in de zin van elkaar ontmoeten. Dat de winkels weer open zijn. Dat we een hapje kunnen eten in de restaurants. Dat we naar de café kunnen. En dat die ontmoeting en de verbondenheid in onze stad is zo belangrijk. En onze stad kenmerkt zich door enorme grote groepen vrijwilligers. Die echt zichzelf de stad wordt gedragen door die vrijwilligers. Dat die weer aan de slag kunnen gaan en die verbondenheid weer vorm kunnen geven. Dus ontmoeten en verbondenheid. En omzien naar elkaar. En zonder meer.